De 20 ministers en 9 staatssecretarissen van het kabinet Rutte 4 zijn vandaag met hun nieuwe werk begonnen. Maar eerst werden ze officieel voorgesteld aan koning Willem-Alexander in de balzaal van Paleis Noordeinde in Den Haag. De oud-burgemeester van Almere legde daar de gelofte af. Meneer Jonker, mag u als directeur van mijn kabinet verzoeken de beëdiging van de ministers te laten beginnen? Zeker, majesteit. Ik lees nu de tekst van de eed of belofte voor. Deze luidt: ik zweer, ik verklaar dat ik om tot minister te worden benoemd, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. De minister voor rechtsbescherming, de heer Weerwind. Zo waarlijk op mijn God almachtig. Heel veel dank en hierbij wil ik graag de ministers die beëdigd zijn hartelijk feliciteren met de beëdiging. En alle ministers met gezondheid en veel wijsheid uw zware taak voldoen. Na de beëdiging volgde de traditionele bordesscène op de trappen van het paleis, waar Weerwind op de achterste rij stond. In de middag ging de oud-burgemeester naar het ministerie van Veiligheid en Justitie, waar hem de dossiers werden overgedragen. Weerwind volgt Sander Dekker op, die de eerste minister voor rechtsbescherming was. Daarna volgde de eerste bijeenkomst van de ministerraad. Deze week zal de Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek de naam van een waarnemend burgemeester voor Almere bekendmaken. Tot deze waarnemer aan de slag gaat, neemt loco-burgemeester en wethouder Hilde van Garderen de taken van Weerwind waar.